Goeiedag, we hebben vandaag het genoegen om Vincent Jevins hier te verwelkomen op het kantoor van Pareto voor een kort interview. Vincent is beheerder of strateeg bij JP Morgan, de bekende beheerders. En ik heb voor hem eigenlijk vandaag een viertal vragen voorbereid, waarvan ik merk dat die vragen of die bezorgdheden toch leven bij de klanten. Dus ik stel voor dat we de vragen gewoon aan Vincent vandaag stellen. En de eerste is vrij logisch, hè. We zijn het jaar ingegaan met de 180 graden bocht van de centrale banken die de druk van de inflatie moeten bevechten met renteverhogingen. Daar is dan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne bijgekomen, de lockdowns in China. Kortom, het is nog geen jaar geweest waar eigenlijk veel beleggers kunnen terugkijken op een mooi rendement. Dus stellen we de vraag, hebben we het ergst al achter ons of wat staat ons te wachten voor de rest van het jaar volgens JP Morgan? Ik denk dat het tweede jaar nog altijd wel moeilijk zal blijven. Tekst is misschien een zekere maat achter de rug, ja. Hoewel een aantal thema's die u net inderdaad aankaart zullen van toepassing blijven voor het tweede jaar. Hoge inflatie, we hebben de piek nog altijd niet bereikt. Ja. Daardoor zal monetair beleid nog altijd strikter worden in het tweede jaar. Ja. En zal het concreet worden, want tot nu toe in Europa heeft de ECB nog geen renteverhoging aangekondigd of geplaatst. Dus dat moet nog komen. We gaan positieve korte termijn rente hebben in Europa. Ja. Conflict in Oekraïne. Ik denk dat geen geopolitiek expert verwacht op dit moment dat we redelijk snel een oplossing zullen hebben. Misschien de enige verbetering die ik zie is het feit dat China eigenlijk toch wel zijn economie aan het heropenen is op dit moment. Dat is positief vanuit een economische groeiperspectief, dus dat zal ook meer de wereldwijde economische groei ondersteunen. Maar tegelijkertijd, China die weer mogelijk op volle toer draait, betekent dat ze dan meer grondstoffen nodig zullen hebben, meer olie en dergelijke meer. De welke zouden inderdaad wel inflatie nog verder kunnen steunen. Dus ik denk dat we moeten dan toch wel voorzichtig blijven voor de tweede jaarhelft. Maar ik denk dat het grootste stuk van de renteverhoging al sinds op de lange kant zeker achter de rug is in de VS. Ja. Ik zie toch niet de 10 jaar treasuries oplopen tot 4%, zeg maar. Ja, dus op dat vlak is dat wel geruststellend. Voor aandelenmarkten zal het toch wel een moeilijke omgeving blijven, want we zien dat kwartaal na kwartaal, we verwachten van bedrijven dat ze ons meer detail geven over de impact van ook inflatie, hogere lonen, hogere kosten en dergelijke meer op hun marge. En ja, dus het kan bijna praktisch niet anders. Het zal een negatieve impact hebben. Dus vandaar dat onze boodschap is, blijf belegd. Het is misschien nu niet het moment om volop terugkeren in aandelen, maar wees ook voorbereid voor een hoger dan normaal niveau van volatiliteit. Oké, het blijft dus een heel complexe omgeving, dat is duidelijk. Nu, een tweede vraag is eigenlijk het andere spectrum. Hè. De typische defensieve beleggingsportefeuille, ook volgens de Belgische beleggingsprofielen, die zitten vol met obligaties. En obligaties hebben eigenlijk dit jaar soms al grotere klappen geïncasseerd dan de aandelenmarkt. Nu, we zitten in een kader met renteverhogingen, zekere renteverhogingen. Mm-hmm. Hebben obligaties eigenlijk vandaag nog een plaats in een typische gemengde portefeuille? Uiteraard, maar logisch dat je dan de vraag stelt, en want het is een bijzondere periode geweest, de eerste afgelopen 6 maanden, want we hebben eigenlijk een vrij zeldzame verschijnsel gezien. Dat is dat voor het eerst sinds 1969 zowel de aandelencomponent als de staatsobligatiecomponent van een gemengde portefeuille negatief performance laten zien. Ja. Dan neem niet weg dat obligaties een positieve rol kunnen spelen in portefeuille. En ik zou zeggen, op dat vlak is de erg misschien achter de rug. Ja. Treasuries in de VS noteren vandaag rond 3,3%. Ik denk wel dat we zijn niet ver van de piek. Met andere woorden, het wordt opnieuw aantrekkelijk interessant om misschien het gewicht van treasuries dan te in hun portefeuille, als buffer in hun portefeuille. Wat naar ons idee nog een betere optie is, is misschien gaan kijken naar kredietmarkten. Want daar hebben we en hoge rendementen en kortere obligatie met korte looptijd. Dus dat past eigenlijk bijzonder goed in de huidige omgeving. Het is wel dan een bet maken op de
onderliggende bedrijven. Mm-hmm. Maar wat we wel zien, is dat ondanks de onzekerheden waarmee we geconfronteerd zijn, wereldwijd, bedrijfbalans, we zijn redelijk sterk op dit moment. Zeker in de VS, als ik zie naar de financieringsnoden, die zijn goed in de tijd verspreid. Bijvoorbeeld de komende 3 jaar, Amerikaanse bedrijven in de high-yield, de hoogrente segment, hoeven eigenlijk alleen maar 10% van hun schuld te herfinancieren. Met andere woorden, dat er geen rente oploopt, is op zich voor hen niet een groot bedreiging. Ja, oké, super. Nu, we hebben de aandelen gehad, we hebben de obligaties gehad. Zijn er voor jullie sectoren die eigenlijk favoriet zijn voor de rest van het jaar of de komende jaren? Maar we zien op dit moment dat markten zijn gedreven door angst voor stagflatie. Dus wij geloven op dit moment niet in stagflatie voor de economie, want dat is en lage groei. Oké, we zien het wel, sterke inflatie, oké. Maar dan ook een werkloosheidsgraad, wat we op dit moment toch wel niet verwachten. Maar toch, markten zijn gedreven door die angst voor stagflatie. Ja. Wat we hebben gezien tijdens de jaren 70, dus de periode die we vaak gekenmerkt door stagflatie, in de geschiedenis, is dat sectoren gelinkt aan het probleem, energie, hebben het bijzonder goed gedaan. Value-thema, dus bedrijven die relatief lager aantrekkelijk zijn, dus qua waardering. Defensieve sectoren, we zijn in een omgeving waar inderdaad consumenten zullen dan toch wel hun koopkracht zien dalen. Dus ze gaan eigenlijk toch keuze moeten maken in de diensten en goederen die ze willen consumeren. Dus bedrijven die actief staan in sectoren waarvoor de vraag inelastisch is, dus defensieve sectoren, zullen naar ons idee beter presteren. Dus kwaliteit, defensief, maar dan ook bedrijven die historisch gezien zijn erin geslaagd om een stabiele dividend uit te keren. Ja. We hebben dat vastgesteld in de jaren 70. De dividend was goed voor 2/3 van het totaal aandeel uit het rendement, terwijl het historisch maar 1/3 is. Dus vaak in perioden van volatiliteit waar de richting van de markt minder positief is, dan de dividend kunnen wel een mooi verschil maken. Markt is 10% naar beneden, dividend is 4%, dan is de val maar 6%. Ik denk dat de rekening slecht gedaan is. Dus wij gaan meer naar die sectoren. Ik zou zeker healthcare, een nutsbedrijf, dat noemen als idee. En dan ook, ik zou aanraden om verder dan de huidige economische cyclus te kijken. Mm-hmm. Dus zeker naar thema die volgens mij nog meer de wind in de zeilen hebben, zoals de energietransitie-thema. Dus, maar we merken dat deze koude oorlog waarin we zijn nu beland, eigenlijk wel. De strijd hierin is een beetje gelijkaardig als wat we moeten doen sowieso om onze CO2-uitstoot te reduceren, om onze energietransitie te versnellen. En we zien enorm veel kapitaal van de verschillende lidstaten in Europa, maar ook wereldwijd in deze richting naartoe gaan, maar ook privékapitaal, bedrijven, particulieren, die moeten zich aanpassen aan deze nieuwe werkelijkheid. Dus het is zeker een thema dat ik zou nu al zeker aankaarten als een koopopportuniteit. Super, duidelijk. Nu, een vraag dat ik ook heel vaak krijg van klanten. China als regio om in te beleggen, heeft het eigenlijk al 2 jaar toch wel echt bijzonder slecht gedaan. Ja. Is het nu de moment, zeker als we naar waarderingen kijken, is er echt een fikse korting vandaag de dag? Is het de moment om terug meer onze ogen te richten op die regio? Of is het daarvoor nog te vroeg of te onzeker? Ik denk het. Het is al sinds vanuit een China-perspectief wel het goed moment. Waarderingen zijn, zoals u zei, redelijk aantrekkelijk. Het is een markt die inderdaad de voorbije 2 jaar serieus afgezien heeft. Dus de waarderingen zijn aantrekkelijk. Ten tweede, dus een COVID-probleem is achter de rug. Ze kunnen de economie heropenen. Ze hebben een ambitieuze groeitarget voor dit jaar, 5,5%. Met andere woorden, ze moeten enorm veel stimuleren in de tweede jaarhelft om deze, of al sinds dichtbij deze groeitarget te geraken. Dus wij denken dat ze zullen inderdaad fors stimuleren en dat het in principe positief zou moeten zijn voor de financiële markt. Er blijft wel een algemeen of wereldwijd onzekerheid rond het thema die wij eerder besproken. Mm-hmm. China blijft daardoor ook beïnvloed. Maar voor de rest denken wij dat voor lange termijn belegger kijken naar China is zeker een goede optie. Ik had het over een thema energietransitie. Je moet weten dat zeker een van de sectoren of een van de thema's die wij overwegen
wegen in China. China is de grootste producent van zonnepanelen, windmolen, batterijen wereldwijd. Als ook die zogenaamde rare earth, die zo belangrijk zijn voor het fabriceren van onze batterijen enzovoort. Met andere woorden, China is duidelijk de wereldleider op dit moment qua climate tech op dit moment. Dus voor degenen die inderdaad nu al ruimte hebben in hun portefeuille, het is misschien, we hebben misschien de bodem nog niet bereikt, maar we zijn alleszins er niet ver van. Super. Kijk, dan denk ik dat we de vier belangrijkste vragen behandeld hebben met een heel duidelijk antwoord van Vincent. Vincent, ik wil u bedanken voor dank uw tijd. En u als klant, ik kijk alvast uit naar het volgende interview over de financiële markten. Tot dan.